Hoi allemaal en wat leuk dat je hebt gekozen voor Proef de Techniekklas. Als het goed is, zou je nu via Teams ons in de livestream moeten kunnen zien. Hiervoor ga je naar Teams. Als je weet wat Teams is en je kan het gebruiken, ga dan naar de agenda en kijk naar vandaag. Als het goed is, zou daar nu een blokje moeten staan met proef de techniekklas. En moet je op de knop deelnemen kunnen drukken. Als dat nou niet het geval is, geen enkel probleem. Blijf gewoon rustig zitten. Kijk het filmpje lekker verder. Alles wordt ook gewoon in dit filmpje voor jou uitgelegd. Wie zijn wij? Links op de foto zien jullie meneer Kolen. Meneer Kolen is een docent voor de techniekklas en geeft naast de techniekklas les aan mobiliteit en transport. Rechts op de foto zie je mij, Henry van Bijsterveld. Ik geef ook les aan de techniekklas en verder ben ik docent natuur en techniek in de onderbouw en geef ik natuurscheikunde in de bovenbouw. Het programma voor vandaag. Wie zijn wij? Net verteld, wat is de techniekklas? Gaan we zo meteen zien aan de hand van ons promotiefilmpje. Heb je daarna nog vragen? Stel ze gerust. Als je live bent kun je ze dadelijk meteen stellen op het eind. En anders stuur je ons gewoon een mail en wij zullen die zo snel mogelijk voor je beantwoorden. Daarna gaan we een elektromotortje bouwen. Dit wordt door middel van een filmpje stap voor stap aan je uitgelegd. En heb je daarna nog vragen voor de techniekklas en zit je in de livestream, kan je ze aan ons stellen. En anders stuur je ons gewoon een mail en we komen zo snel mogelijk terug op al jouw vragen. Veel plezier! In een wereld waar steeds meer techniek om je heen is, zijn er steeds meer goede techneuten nodig. Wil jij graag die techneut van de toekomst worden? Op het Hooghuis Zuidwest hebben we in de bovenbouw verschillende techniekafdelingen, waar hele gave dingen worden gemaakt. Maar ook in de onderbouw kan je ervoor kiezen om meer techniek te krijgen. Volgend jaar starten we op Hooghuis Zuidwest met een techniekklas. En zijn we op zoek naar jou. Wat kan je verwachten, hoor ik je denken? Nou, wat dacht je van vliegen met een drone door je zelfgemaakte parcours? Of je eigen robot leren programmeren? Hoe gaaf is het om je zelfgemaakt ontwerp in AR of VR te zien? Of wil je gewoon lekker bezig zijn en vind je alles wat met techniek te maken heeft leuk? Ben je een jongen of meisje? Het maakt niks uit. Iedereen is welkom in de techniekklas. Beginnen heel eenvoudig, waardoor iedereen het kan. Zien we jou straks terug bij ons in de techniekklas? Meld je dan snel aan voor de techniekklas. Je hebt net gekeken naar het filmpje van de techniekklas. Natuurlijk is dit niet alles en doen we nog veel meer wat met techniek te maken heeft. Zo zullen we ook langs bedrijven gaan of mensen uitnodigen uit een bedrijf die jullie iets komen vertellen dan over hun bedrijf, wat ze daar doen. Kortom, allerlei leuke dingen die met techniek te maken hebben. Goed, we gaan nu starten met het maken van je eigen motortje. Als het goed is, heb je een zakje gekregen met daarin spulletjes die je ziet op de foto. Nou, geen probleem. Laat alles nog even lekker zitten en kijk naar het eerste filmpje. We gaan vandaag het elektromotortje bouwen. En wat heb je daarvoor nodig? Een batterij. Magneetjes.
een stukje koperdraad. Deze VD-draad heb je niet nodig. Pak nu je doosje of zakje uit en leg lekker alle spulletjes voor je neer. Heb je alles? Pak de batterij en pak het stukje hout en de spijker. Nou ga je met de spijker, dat is de schroevendraaier en een stukje hout, dat wordt de hamer. Je drukt de spijker aan de bovenkant van de batterij en je slaat er met een stukje hout eventjes bovenop. Dat er een klein gaatje in komt. Dus in plaats van deze priem pak je de spijker, in plaats van de hamer pak je het blokje hout. Spijker leg je aan de bovenkant van de batterij en je slaat er met het hout een klein stukje op dat er een klein deukje aan de bovenkant van de batterij komt. Zo. Pak nu de magneetjes en de batterij en plaats de magneetjes aan de onderkant van de batterij op deze manier. Als het goed is, heb je nu een bezem of iets anders wat rond is gevonden. Je pakt het stukje ijzerdraad. En als het goed is, heb je een deuk in die batterij. Je pakt de ijzerdraad en in dit geval dat ronde ding wat zij in handen heeft, is jouw bezem. Nou, je plaatst het ijzerdraadje in het kuiltje wat je boven hebt geslagen. 2 centimeter ervan af, buig je hem om. Dan ga je hem om je bezem heen wikkelen. Zoals zij in het plaatje nou doet. Als je dat hebt gedaan, dan plaats je het bovenop je batterij. En het is de bedoeling dat de onderkant de magneetjes gaat raken. Dus als je goed kijkt, dan zie je dat de bovenkant wat je hebt omgebogen in het kuiltje van de batterij komt, bij de plus. En je moet de onderkant moet je zo buigen dat hij het magneetje raakt. En als je dat doet en hij raakt het magneetje, dan zie je dat hij vanzelf gaat draaien. Voilà. Attention! Alweer een winnaar! Mocht het je nou niet gelukt zijn om het motortje werkend te krijgen, geen getreur, kijk het filmpje vooral nog een keer en probeer het gewoon nog een keer. En waarschijnlijk lukt het je dan vanzelf. Is het je wel gelukt, van harte gefeliciteerd. Je hebt een elektromotor gemaakt. Maak een filmpje van je motortje en mail die naar een van de 2 mailadressen die je nu in beeld ziet. Onder de leukste video's verloten we een prijs. Bedankt voor het meedoen aan Proef de Techniekklas. En hopelijk zien we je volgend jaar terug in de Techniekklas. Groetjes en tot ziens.